Ik vond het juist maar weer een top simmerdag in deze top simmer. Want let eerlijk wijze, zo'n begin juli is de simmer nog net weer echt voor het westen. Het zal de komende tijd wel wat wikselvolger worden, maar we krijgen eerst nog een paar warme dagen en van juist op morgen een lichte storing over de zinnen. Joen en vannacht. Ja, joen nog altijd een warmte en vannacht temperaturen om de beide 12, 13 graden verder op de provincie, ons 14 of 15 graden in de kustgebieden en op de meeste plakken. Verder zal de bewolking ik daar nemen en heb ik ons op het licht rooien, letter vannacht. De wind is er haast net, zwak of matig, komt uit zuid-zuid-eerstwaai. Dan monodai. Monodai hebben toch wel een waartype, maar eerst bewolking, misschien wel wat lichter rooien, maar in de midden wordt het droog en letter in de midden. Doch, de zinnen er nog even bij. En de temperaturen die lissen morgen, oedai, ik denk zo tussen de 21 en de 23 graden een warme simmerdai. Maar de wien uit zuid eerst onteerst, letter eerst nat eerst en die zal zwak of matig wezen. Ja, de joentiet nog warm, joentje, ont 21 graden en dan toch nog een warmer fruitsjog. Want vrijd is een tige warme dag, maar zo'n 25 of 26 graden gemiddeld. En vierdes droeg waar, in juntit flink wat warmte, goed voor de barbecue. Terug naar sneeuw, dat wordt een dag met stadig gewoon meer bewolking. Hoe dag nog aardig droeg, denk ik. Ja. En de temperatuur nu dag, mooi dat ik wijze, 24 graden. In juntit in de nacht een paar rijen of tongerbuien. En als sneeuw ik een paar rijen of tongerbuien, dan wordt het 21 graden, bloeit het nog warm en is de zinne er regelmatig bij. Begint dat een week wat buiig en we moeten morgen weer even in het waarschijn.